met parlementariër aan Sadi spraken wij over de burgerlijke wetboek, de wet, oftewel de wetten die zijn aangenomen door het parlement. En terwijl de voorzitter van het parlement, Marinus B., praat over een historisch moment, merken wij dat de oppositie niet heeft gestemd voor wat betreft de BW. Aspecten uit de BW, zoals de rechten van de LGBTQ-gemeenschap, die is er ook nog nagelaten. Men vindt dat dat toch wel allemaal apart besproken moet worden. Er zal nog nader daarover discussies gevoerd moeten worden. Parlementariër Aan Sadi, die wilde reeds of wil al daarover praten. De wet die afgelopen donderdag ze erdoor hebben gehad, gaat om die WB. Dinsdag? Ja, afgelopen dinsdag. En als u had gevolgd, hadden we duidelijk gemaakt, zeker de fractievoorzitter. Ik zit niet in de commissie. Ik ben wel aanwezig bij de openbare vergaderingen daaromtrent. En natuurlijk luister en ik volg ook een aantal zaken. En een van de zaken wat ik natuurlijk in de interruptie heb aangegeven is de kwestie van die LGBTQ groep. En mijn vraag was daaromtrent slechts, als wij toch de tijd nemen om die WB te veranderen en wij hebben mensenrechten gerectificeerd. Mensenrechten, dat is voor mij belangrijk. Waarom wordt zaken rakende LGBTQ groepen niet meegenomen? Er is over en weer daar antwoord gegeven van de minister. Mijn collega Mustadja had ook de uitspraak van CH daarover meegenomen. Laat mij verduidelijken, de uitspraak van CH komt op neer dat de wet, in dit geval artikel 30 over huwelijk, wel duidelijk aangeeft een huwelijk tussen geslacht van man en vrouw. Dat is duidelijk. Maar zij gaven aan de kwestie van LGBT, dan moet daar bij wet dan toegevoegd of aangegeven dat het huwelijk tussen hetzelfde geslacht moet opgenomen. Dus met dat gegeven ook van de uitspraak van CH is mijn collega Mustadja daarop ingegaan. De beantwoording van de minister naar mij, ik moet ook eerlijk zijn, ik begrijp de minister. Waarbij de minister aangaf, het moet in een breder perspectief hier in Diana besproken worden. Omdat als u, ik weet het ook, laat mij dat zeggen, dat er dan in mijn interruptie, ik van overtuigd ben dat er geen ondersteuning zal zijn van mijn collega. Maar mijn overtuiging is, het zijn allemaal mensen, het zijn rechten. Ik zal geen oordeel vellen op mensen hun geaardheid. Dus zeg ik vind, en dat is mijn stelling, we beleven die rechtvaardigheid van het erkennen van mensenrechten dan niet helemaal. Ik zei ook tegen de minister dat ik natuurlijk ook zijn standpunt begrijp. En ik hoop dat factor tijd dat meeneemt, omdat ik ook aangaf dat wetten ook dynamisch, die is ook aan verandering onderhevig, als blijkt dat de samenleving daaraan behoefte hebben dat er een verandering komt in die wet. Ik vond het wel jammer dat het niet is gebeurd, niet is meegenomen. Die kwestie van die 18 jaar, geen
toestemming van hun ouders is gebracht naar 21, daar kan ik wel mee gaan. Maar het punt dat het om 7 of 8 boeken, lijvige boeken van bijna 8000 pagina's, hebben we aangegeven, we zijn niet in staat echt dat alles goed door te fietsen. En wat was het probleem om dan in delen in depth in te gaan en te behandelen en dan goed te keuren? En het is niet alleen de NDP-fractie die niet voor heeft gestemd. De fractieleiders, zowel van de BEP als van NPS, gaven aan dat wij niet voldoende tijd hebben gehad om een aantal zaken goed door te spitten, om aanvullingen te brengen. Omdat de commissieleden, waar mijn fractiegenoot in zit, aangaven dat vele veranderingen die is meegegeven, niet mee zijn genomen. Vandaar hun protest door aan te geven dat ze onthouden van stemmen. Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken dat heel goed is, maar wij vonden zelf dat het liefst in delen gedaan kon worden, waardoor we in-depth op zaken kunnen gaan. En wanneer zij aangeven, het is een historisch moment of noem maar op, weet u, ik herhaal, dan kunnen we zeggen historisch moment, dan kun je zeggen, je kunt niet iedereen tevreden stellen met de wet, dat begrijp ik, maar ik blijf erbij, het zijn mensenrechten die we hebben geratificeerd. En wij zullen niet de enige zijn op deze wereld, kijken we maar om ons heen, de wereld, die zijn ook allemaal aan veranderingen toe en dat vond ik wel jammer. Maar nogmaals, ik begrijp de minister, ik begrijp de gevoeligheid en ik hoop dat de tijd, en niet al te lang, wel dit onderwerp in een bredere sessie in het volk van het huis bespreekbaar moet kunnen. Ja, maar mevrouw Sadi, zegt u met zoveel woorden dat Suriname wel ready is voor het homohuwelijk? Ik heb geen enquête gedaan. Ik kan daar geen uitspraak doen. Wat ik wel kan zeggen, wanneer u de vraag stelt, zijn ze ready of niet? Ik heb dat bespreekbaar gemaakt, omdat ik vind, ik ben ervan bewust, laat mij me haasten, dat vele collega's het nog te gevoelig vinden om het op tafel te zetten. Terugkomen op uw vraag of de Surinaamse gemeenschap ready voor is, ik heb geen enquête daarover gehouden. Dus ik kan geen uitspraak daarover zeggen. Wat ik wel weet, dat bij bepaalde of heel wat geloofovertuigingen het niet accepteert, is nog te gevoelig. Maar de feitelijke situatie, de realiteit die wij meemaken, die wij ervaren, misschien is het, wat moet je dan met mensen die op u en mij lijken, maar wel een andere geaardheid hebben, moet je ze in een ton zetten, dumpen? Of, begrijp je waar ik naartoe wil? Nogmaals, ik herken, het is een gevoelige zaak. Ik respecteer ook hun zienswijze, maar dat neemt niet weg dat ik in het hoogste college van staat dit wel aan de orde breng. Laat men het niet verkeerd gaan vertalen. Ik respecteer de Surinamers die nog niet ready zijn. Ik respecteer de mensen met hun geloofsovertuigingen. Ja, dat ze nog niet ready zijn. Maar ik ben een individu die op basis van de rode draad dat we zeggen, we hebben geratificeerd, het zijn mensenrechten, dat is mijn overtuiging. En ik denk niet, omdat niemand nog, laat mij zo ver gaan, omdat niemand nog niet ready is, dat ik het ook maar doodzwijg. En dat druist dat ook tegen mijn principe, dat ik alle mensenrechten respecteer. En voor zover u dat weet, want u heeft even kort daarover gesproken, de verschillende geloofsovertuigingen, hebben zij zich ooit daarover uitgelaten? Mij publiekelijk niet bekend.
laat mij zo stellen. Je gaat dat op basis wanneer je in gemeenschappen, in social situaties. Ik heb ook mensen gesproken die fanatiek geloof overtuigen, beleiden. Maar ze ook uiteindelijk erkennen, dus tegen de principe van mijn geloof. Maar moet ik mijn geloof boven mijn kind stellen? Ik ben vaak geconfronteerd met gezinnen, zulke situatie waarbij ik me bemiddel om aan te geven anders mee om te gaan. Omdat er ook cijfers zijn waar mensen van de LGBTQ groepen met moordplannen lopen. Dan sta ik daarbij even stil. Volgende keer zal ik de cijfers misschien aantonen. Moeten we dat dan doodzwijgen? Ik ben hier parlementariër voor het volk. Van alle religieuze organisaties die ik respecteer. Van alle geaardheid van mensen die ik respecteer. Nogmaals, ik ben ervan bewust dat de ondersteuning niet zal krijgen. Maar ik zal het niet tot me nemen omdat de rest van de gemeenschap het verzwijgt. Ik ook maar moet verzwijgen. Ik heb wel de durf genomen om het bespreekbaar te maken omdat het om mensenrechten gaat. Ik herhaal, laat men dit niet anders vertalen. Ik respecteer alle gelovigen met hun zienswijze. Maar ik respecteer ook degene wanneer ik die lijn trek. De mensenrechten. En zo slecht de godsdienstige religieuze organisatie zich daarover moeten uitlaten? Of zegt u dat het toch tijd wordt voor een referendum? Misschien zou dat meegenomen kunnen worden. Want, nogmaals, ik benadruk, ik respecteer religieuze organisaties. Ik ben ook deel en onderdeel daarvan. Maar mijn vraag is dat ik de durf heb genomen. Hoe doen we met die groep wat mensenrechten inhoudt en wij als land hebben gerectificeerd? En als u praat over een referendum, nou laten we dan de referendum doen. I don't know. Ik kan het nog niet echt exact zeggen. Maar uiteindelijk, we zijn nu in een fase waar de minister aangeeft om in een bredere discussie in het huis van het volk. Tot daar kan ik natuurlijk meegaan. En u weet, er zijn, de president was ook in een of ander, hou me ten goede hoe het weer heet, waar hij ook daar zijn mening aangaf, wat het op neerkomt, respect van mensen hun rechten. Maar ik erken, het is gevoelig. Ik erken dat, om te praten over religieuze organisaties, want dat wordt zeg maar, ik heb de religieuze organisaties nooit publiekelijk, in Suriname althans, als het is geweest, dan heb ik het gemist, een concrete of een duidelijke uitspraak daarover heeft gedaan. En ziet u dat nog gebeuren, die discussie, onder dit parlement? Ik zie het niet gebeuren onder dit parlement. We zijn nu op reces. Komen we terug, dan zal de voorbereidingen voor de jaarrede, de voorbereidingen van de begroting 2025, dan zitten we in het nieuwe jaar, de voorbereidingen van de verkiezingen. Ik ben van overtuigd dat het niet zal gebeuren.